Bonsoir. Bonsoir. Wij zijn in Parijs. Verrapsing, verrapsing. Zomaar, ineens. En ik ben helemaal blij, want ik ben weer in mijn Parijsje. We liggen nu lang uit op onze kamer, op onze Airbnb-kamer. We zitten super mooi midden in Parijs, Île de la Cité. Echt naast Notre-Dame, om het kwartier hoor je de kerkklokken gaan. Het is echt geweldig. Ja, we zijn vandaag nog eventjes gauw langs de Notre-Dame gelopen. En we zijn naar Shakespeare & Co. gegaan. En we hebben lekker gegeten in een restaurant er zo'n beetje naast. En dat is eigenlijk wat deze avond heeft gebracht. Dat was dag 1. Waar zijn we nu? We zijn nu bij de Notre-Dame. Kijk maar. Lekker uitgeslapen. Thuis gegeten. Thuis. In het appartement. En nu gaan we lekker genieten van de stad. En de Notre-Dame is mijn allermooiste plek. Tenminste, is de plek die ik het allermooiste vind van Parijs. Eigenlijk, zo'n beetje. En jij? Ja, ik wist niet dat je daarvan schreef. Nee? Nou ja, ik vind het wel mooi, maar het is ook maar een kerk, hè? Een hele mooie kerk, hè? Wat vind jij dan de mooiste plek? Ik vind de Tuileries het mooist. Met alles eromheen. Oké. Okay. Ja. Dan moet ik zeggen, dat is ook wel heel erg mooi. Nu je dat gezegd hebt, kan ik eigenlijk niet zo goed kiezen. Maar de Notre-Dame is ook wel heel mooi, hoor. Allebei even mooi. Hoor. Allebei even mooi. Bonjour à Louvre. Let's go, man. Hallo. We lopen nu lekker op de Champs-Élysées. En het is al echt heel erg kerstachtig. Christmassy. En kijk maar eventjes goed achter me. En alle warenhuizen zijn ook heel mooi. Oh, de lampen gaan zojuist aan. Ook nog eens. Dus kijk er maar even rond. Hoe mooi. Echt heel mooi. Oké, we hebben dus heel erg uitgebreid gegeten en nu zijn we alle lichtjes aan het bekijken van Parijs. En we zijn nu in Galerie Lafayette. En we willen naar de bovenste verdieping om alles te bekijken. Het is echt heel erg leuk. Bonsoir. We zitten en moment in Les Deux Magots en het is hier poepie rustig. Er is eigenlijk gewoon geen kip. We komen net van Église Saint-Germain-des-Prés, dat is hier aan de overkant. En daar hebben we een klassiek concert meegepakt. Het was een concert, was leuk. Kerstthema. Het was dus klassiek, kerstthema. Veel Ave Maria. En nu hebben we zin in warme chocolademelk. Best in Paris, man. Best hot chocolate in Paris. Best hot chocolate in Paris, absoluut. Kijk nou eens hoe mooi die is. 'S Ochtends, middags, 's avonds, 's nachts. Altijd mooi. Altijd mooi.
Parijs. Tot de volgende keer.